mensen zitten me echt aan te kijken van waar de fuck is hij mee bezig, maar goed. Yo mensen, mijn naam is Devin en je kijkt naar Devin Games. We nemen dit keer even op een andere manier op, want wij nemen op via de telefoon, rukgeluid, ik weet het. Maar je kijkt naar Pokémon Go. En terwijl ik even hier achteruit loop, anders heb ik geen licht, dan zie je me niet. Loop ik hier even naar mijn hond, dat is Spike. Die ligt helemaal voor pampers, even kijken hoor. Hoi Spike. En denk, hou lekker je bek dicht, ik ben tering moe. Maar sinds dit spel uit is, komt mijn hond veel meer buiten. Oh, wat erg. Nee, Spike is de afgelopen paar dagen al een paar kilo afgevallen, want door dat Pokémon Go is het hondje uitlaten ineens een stukje leuk geworden. Nou, Pokémon Go, hele vette shit. Ik heb al een paar bizarre dingen meegemaakt. Wij gaan straks even buiten een rondje lopen. Hier verderop zit een gym, die is nou ondertussen van geel, weet ik veel wat. Maar eigenlijk wat ik nu opneem is eigenlijk na hetgene wat ik net buiten heb opgenomen. Dus de hond is al moe van het lopen eigenlijk. Mijn telefoon werd 2%, dus ik heb eigenlijk maar een kort stukje opgenomen. Ik laat eerst trouwens even mijn Pokémon zien, want even kijken, als ik hier op Pokémon klik, zie je mijn lijst van Pokémon's, alleen zit mijn hoofd wel onderweg. Nou, pech. Pidgeotto is net verslagen bij de gym, zie ik, want die zat daar eerst wel. 205 is mijn hoogste Pokémon, is niet hoog, ik weet het. Ik moet maar even daar wat aan gaan doen, maar ik ben candies aan het sparen om ze te evalueren. Nou, Psyduck, Magnemite, Staryu 2x, hey, dan kan ik het trouwens even wegdoen. Doen we dat ook meteen even. Als ik hem zeg maar naar de Professor Toy stuur, omdat ik er al twee heb, krijg je daar candies voor. Dus dat is zo'n voordeel. Nou, een Krabby, Rattata ook twee keer, doen we ook meteen. Transfer, yes. Nou, Sparrow en weet ik wat doe ik daar allemaal. Een Horsey, dat vind ik trouwens wel een hele vette Pokémon, die wordt ook super ziek. En een Dratini, die zat hier in de buurt. En daar ben ik echt naar gaan zoeken. Je kan zeg maar rechts onderin. Ik laat eerst even de rest zien hoor, wacht even. Nou, Magikarp, Pharaoh, Poliwag, Weedle, weet ik wat allemaal. Nou, heel leuk. Ik ben nog verder aan het zoeken, komt goed. En zoals je ziet zit er naast mij een Pokestop. En je ziet hier ook meteen een Pokémon, nou, wat leuk. Hey. Kijk, Spike, gaat je pakken. Kaboom. Die hebben wij. Hatseflats. En we hebben er gewoon eentje bij. Nou, leuk. Nou, dat was puur toeval. Naast je Pokestop zat dus een Rattata. En ik zag dat ik er dus genoeg candies voor had om die te evalueren. We gaan die hoogste, die level 54. Oh, ik heb ook nog een van 72. 97, oké. Okay, we gaan hem evalueren. Evolve. Yes, komt ie. Ik heb jullie de audio uitgezet, want daar word je helemaal gek van. Dat overruled mijn stem, zeg maar. Dat is irritant. En hier komt ie. Die hebben we natuurlijk al lang wel, maar oké. Okay. Evolve krijg je XP voor, dus dat scheelt. Replicate, wel van 256. Hé, hey, daar word ik wel blij van. Dat geef ik toe. Die is sterker dan mijn Pidgeotto, dus dat scheelt. Wat ging ik zeggen? Wat was ik aan het zeggen? Ik ben level 7. Oh ja, ik had al een paar hele bizarre dingen meegemaakt buiten. Ik maakte er een aparte video over waarin ik gewoon een beetje lul en daarover vertel. En ik wil jullie wel alvast vragen, willen jullie meer van dit soort gameplay zien? Dat ik gewoon even zo met mijn telefoon het film. Ik weet de kwaliteit is niet goed. Mijn telefoon handelt het niet in full HD. Want hij werd dan een beetje gek of zo. Het kan wel. Ik moet toch even uitvinden hoe. Wil je het vaker zien zo? Ik vond het wel grappig even zo. Ik vond het wel geinig. Laat het me dan even weten. En abonneer even op mijn kanaal natuurlijk. Nou, ik en Spike gaan even naar buiten. Ik neem jullie daar mee naartoe. Wind is wel kut qua geluid. Maar ja, dat is niet mijn probleem. Spike is lekker aan het poepen. Kom Spike. We gaan verder zoeken. Haha. Nou, hier verderop zitten twee gyms. En we gaan eens even checken of wij die kunnen overnemen. En ze zelf natuurlijk van Team Mystic. En hij zat op blauw gepakt. Ik heb ook mijn Pokémon daar dan aan toegevoegd. Dus het is voor ons helemaal geen issue meer om daar blauwe klimmerrek te hebben. Het is een soort van kunstding, weet ik veel. Het is in mijn vrij weinig, maar die hebben wij dus al. Maar hier hebben we ook een speeltuin. En dat is wat die nu door rood is gepakt. We gaan eens even checken of we die kunnen overnemen. Ik ben al dagen bezig om hem heel de tijd voor ons te houden. Kijk, Spike, dat doet zeer om op dit grid ding te lopen. Dan gaat hij aan de zijkant lopen. Dan heeft hij tenminste twee poten die niet pijn hoeft te doen. In ieder geval, elke keer als ik hier weer langskom, dan wordt dat ding weer door een ander team gepakt. Dus dat is zwaar kut. Maar als ik nou een beetje slim ben, kan ik hem vanaf hier battelen misschien. De batterij is wel bijna leeg. Laten we eens even kijken of we hem kunnen pakken. Oh, ik sta er recht voor. Ja, ik vind het best. Ik geloof het wel. Alleen zeg ik wel dat ook Magmite mee moet. Spike! Dit is het kutte van mijn hond. Ik doe even zonder AR. Dat is makkelijker.
Hapske en door. Special attack. Not very effective. Jammer joh. Hoppatee, misschien spider. Beetje effective, weet ik niet. Nee, niet echt. Niet echt. Maar goed, we kunnen dit in principe in twee stappen doen. We kunnen eerst de eerste helft doen, dan de tweede helft. Mensen zitten hier echt aan te kijken van waar de fuck is hij mee bezig. Maar goed. Mag maar. Oh, die is hoog level. Kut. Special attack. Pidgeot used air cutter. Hoppatee, de lul. Ja, we zijn bijna dood. Maar niet uit. We gaan het wel winnen. Er is een klein klerenbeestje die toch niet kan winnen. Dus dat maakt ook niet veel uit. Heeft hij een special attack? Ja, die heeft hij. Super effective. Dan gaan we heel weinig op. Oké dan. Over. Met hem kunnen we misschien nog wel winnen. Nou. Ja, jammer joh. We maken ze even beter. Hatslats. En als het goed is, is nou in die gym nog maar één Pokémon over. En dan doen we hem gewoon nog een keer over. En dan kunnen we hem alsnog winnen. Oh, we klikken hem even opnieuw aan. Oh, hey. That's nice. Iemand anders heeft hem al gekild. Nice, hij is van ons. En zo doen wij dat. Het is die kerel die daar verderop loopt. Ik weet niet of je hem kan zien. Hij zit ook met zijn telefoon. En, nou, meisje kijkt me nu echt even. Waarom laat je je telefoon naar mij zien? Ik heb al 2 battles gewonnen, dat zie ik wel. Dus er zijn al 2. Zo, gast, ik fiets mijn telefoon. En dan zit ik ineens weer in mijn kamer. Ik moest even het verhaaltje afronden. Mijn telefoon had 2% over. Ik had heel de dag niet opgeladen, niks. Dus hij was gewoon vrij snel leeg. Maar ik loop daar dus. Ik loop dat straatje verder. En ik zie een gastje op mijn telefoon zitten. En ik denk, die speelt Pokémon Go. Op een of andere manier zie je dat direct. En vervolgens gaat hij op diezelfde plek staan als waar ik eerst stond. En gaat hij die gym weer proberen over te nemen. Nou ja, oké, blijkbaar wist hij niet precies hoe het werkte. En begon hij dus een friendly battle. Ik zag dat er tegen mij gevochten werd, zeg maar, in de gym. En toen was het dus een friendly battle. Hij was ook blauw. Nou ja, je hebt er geen ruk aan als je me dan verslaat. Want ik blijf daarbij. En hoe meer mensen van blauw zijn Pokémon eraan toevoegen, hoe sterker de gym wordt. Dus uiteindelijk, ik kijk een minuutje later nog een keer. En ik zie zo 3 andere mannen erachter staan. Zijn er gewoon 3 mensen in de buurt geweest die iets bij ook spelen. En die hun sterkste Pokémon naartoe hebben gevoegd. Ja, fucking insane hoeveel mensen dat spel spelen terwijl het niet eens officieel uit is. Maar ja, zoals je zag in het begin van de video was hij alweer door Geel overgenomen. Dus als ik daar met Spike ga lopen, dan knal ik hem weer even over natuurlijk. En zo was de 4 man voor de gym dus niet sterk genoeg voor de 5 anderen die van Geel hem het weer overkwamen nemen. Maar in ieder geval, dit soort gekke dingen maak je mee in het spel. Het is echt... echt ongelooflijk wat je allemaal tegenkomt. En hoeveel man het eigenlijk al speelt. En hoe vaak je ook mensen tegenkomt die het spelen. Nou, like de video. Geef een reactie. Wat jij van Pokémon Go vindt. En of je meer video's hiervan wil zien. En dan check ik jullie later. Oké.